Ik sta hier met Sandra van Kampen op de Horecava. En zij is een van de initiatiefnemers van Nieuwvers. Sandra, wat is Nieuwvers precies? Nou, Nieuwvers is eigenlijk een categorie van producten die voorop lopen in de markt. De innovatiefste producten op het gebied van, noem het maar duurzaamheid, maar vooral ook lekkere producten. Maar wel mensen die, hele speciale producten die niet te vangen zijn onder de categorie biologisch of niet biologisch. Oké, nu zien we hier achter ons ook een foodtruck. En wat zijn jullie nog meer aan het doen hier op de beurs? Nou, wij staan voornamelijk hier met deze foodtruck met een heel aantal ondernemers. Dat maakt het ook leuk. We hebben een appelteler die hebben een tijdje geleden een wedstrijd gehouden voor wat is nou de beste appel van Nederland. Dus een best zeggen we dan, hij is en duurzaam en lekker. Als het niet lekker is, dan vergeet het dan maar. Dan gaat je product nooit werken. Nou, die staat hier. Er staat een broodbakker uit Zeeland met revolutionair brood. We promoten morgen bijvoorbeeld varken dat gevoerd is met lupine. Dat is een vervanger van soja. We hebben hamburgers van koeien die 100% grasgevoerd zijn. We hebben allemaal kazen. We organiseren een kaasproeverij hier aanstaande woensdag. Dus we zijn eigenlijk met allemaal ondernemers die voorop lopen dat verhaal van Nieuwvers aan het vertellen aan het horecava-publiek. En als horecaondernemers nu zoiets hebben van nou, die wil ik wel hebben als mijn leverancier voor mijn restaurant bijvoorbeeld. Ja. Hoe kunnen zij hun bereiken? Nou, ze kunnen vooral ook op onze website kijken, www.nieuwvers.nu. En voor veel van de mensen die hier deze week staan, die hebben elk hun eigen distributiekanaal, zeg maar. Dus dan is het ook een kwestie van gewoon gaan proeven en het gesprek met ondernemers aangaan. En kijken van hoe kunnen ze een match krijgen op die producten. Oké. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.